Al ben je de beste leraar van Nederland. Als je je onderbetaald het schompers werkt, is de lol er snel af. En een truc van pannenkoekenkoning Robin, zo moet ik je noemen, heeft al 1,5 miljoen mensen door laten gieren van het lachen. En in Nijmegen blijven ze bekvechten over de herbouw van die reuze toren Donjon. Dit is de Week van Gelderland. Sorry, Arjan. Ja, in Nijmegen hebben ze jaren geleden al ja gezegd tegen de herbouw van die historische toren, de Donjon. En toch zijn tegenstanders nu weer een demonstratie aan het organiseren. En deze twee leraren zijn het helemaal zat. Voor veel te weinig geld, veel te hard werken. Daar gaan we straks over praten. Ja, en aan de bar bij Inge, een culinaire beroemdheid uit Gelderland. Nou, dat kun je wel zeggen, Annemiek, bij mij aan de bar. Pannenkoek, flipkoning, Robin. En met één zwaai gooide hij een pannenkoek zo rechtstreeks op een bord dat achter hem stond. Hartstikke leuk dat je er bent, Robin. Ben jij nu de bekendste pannenkoekbakker van heel Nederland? Ja. Heel veel mensen hebben naar jou gekeken al, hè? Heel veel mensen. Ja, 1,5 miljoen mensen om precies te zijn. Ja, die zouden hier niet passen. Zullen we even kijken waar ze precies naar gekeken hebben? Naar jouw truc. Kijk maar naar het scherm. Ja. Ik zie je gedien. Ik zie je achter. Lotte. Lachen. Hij ligt wel op het bord. In het bord. Ja, ik kwam precies terecht op het bord. Het is echt waar, hè, begeleider? Ja. Het was stom toeval. We hadden net gasten gehad die wilden graag een pannenkoek. En zei Robin, ik wil ook een pannenkoek bakken. En het was rustig in de zaak, dus daar hadden we alle tijd voor. En ik zei tegen Robin, nou, een pannenkoek moet je wel gooien. Want men spatel, dat kan iedereen. Dat is niet speciaal, hè? Nee. En in het begin zei je van, nee. En daarna zei je van, ja, gooien. En ik zie op het filmpje bij de 1-2 en volgens mij was het op de 1 dat hij bedacht van ik gooi hem gewoon achterover. En ja, echt stom toevallig komt hij ook nog op een bord terecht. Ja, fantastisch. En jullie besloten, hè, als Downies en Brownies, want daar werkt hij. Jij bent daar de begeleider, de eigenaar van, om dat filmpje te plaatsen op Facebook. Ja, ik wilde het eerst eigenlijk nog niet eens filmen. Ik denk, ach, je weet met Robin maar nooit. Dat is het mooie van Robin. Je weet het nooit met Robin. Dat is geweldig. En ik denk, ik film het. Maar als ik had geweten wat er was gebeurd, had ik het anders gefilmd. Want ik heb rechtopstaand gefilmd en je moet het eigenlijk liggen doen, dat het breder beeld. Ah, dat maakt toch allemaal niet uit, joh. Nee, maar het was gewoon spontane actie. Wat een filmpje. Zet er even op. Een filmpje met iemand die zo'n aanstekelijke lach heeft. Is hij altijd zo vrolijk? Ja, heel veel. Heel blij. Heel blij. Ja, want wat is er allemaal gebeurd? Iedereen wil je interviewen, hè? Met je op de foto. Staat de eerste keer in het bord. En later in de grond. In het zicht. Ja, hij heeft het nu over onze cameraman, hè? Ja. Hij wou het nog een keer doen, die truc, en het ging mis. Ja, nee, Hart van Nederland is ook geweest. En dus de cameraman van Omroep Gelderland. En dat moest je hem natuurlijk nog een keer doen. Ja, en dit lukt echt geen twee keer, hoor. Je gooide bij mijn collega in het gezicht. Vind ik ook een goede truc. Vind jammer dat dat niet gefilmd is, eigenlijk. Nee. Blijf je altijd pannenkoeken bakken? Is dat het allerleukste om te doen? Ja, heel leuk. En nou weet ik dat jullie 1 keer in de maand bij je, hè, eten wat de pot schaft, zo noemen jullie dat. Dan werkt Robin ook, hè? Ja, laatste donderdag van de maand hebben we altijd eten wat de pot schaft. En deze keer gaan we eten pannenkoek! Pannenkoek, natuurlijk. Speciaal voor Robin. Wat doet dit met het team? Het is fantastisch wat er gebeurt. Het is wel heel erg hectisch, want de zaak gaat ook gewoon door. Maar tussendoor word je gebeld door 3FM en dan hangt Hart van Nederland aan de lijn. En dan Omroep Gelderland natuurlijk. En het moet wel allemaal doorgaan ook nog allemaal. Maar het is wel heel leuk dat er zoveel belangstelling is. En het is gewoon, fantastisch, De oprechtheid en het enthousiasme van Robin wat dat teweeg heeft gebracht. En dat is wel de sfeer die we over het algemeen altijd wel bij Brownies en Downies hebben. Het is geweldig. Gewoon heerlijk eten in een heerlijke setting. Het is Robin, onbeperkt genieten. Hoe is het om beroemd te zijn tot slot? Heel leuk. Ik vond het heel leuk dat jij hier was vandaag. Dank je wel. Ja. Dank je wel.
Ja, en dat op Nationale Pannenkoekendag hoor ik hier van de leraar. Want dat weten jullie natuurlijk, ja, hè, op de basisschool. Dus allemaal aan de pannenkoeken vanavond. Bij deze de kinderen beloven, we eten vanavond pannenkoeken. Maar er was natuurlijk meer nieuws deze week. Want de paddentrek is weer begonnen. En die padden trekken dan met duizenden tegelijk de weg over naar hun paringsgebieden. En gelukkig zijn er heel veel vrijwilligers die helpen te voorkomen dat ze allemaal platgereden worden. Dan hoor je ook plop, plop, plop. Van padden die kapot gereden werden. Dus zeg maar een soort ballonnetjes die opgeblazen werden, die kapot sprongen. Dankzij Sienke en andere vrijwilligers worden er deze dagen dus duizenden padden gered. Zeg, wat heeft u eigenlijk met padden? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ja, mooi. Ja, met dit mooie weer stappen weer veel mensen op de fiets om er lekker op uit te gaan. Maar wat nou als je zelf niet kunt fietsen? Daar hebben ze in Millingen aan de Rijn de Duofiets voor. Dan kom je de mensen ook nog eens van huis, hè? Want ja, ja, ik kan niet goed meer zien, dus dan, ja, dan kom je niet ver. Hè? Het is eigenlijk al best lekker om te fietsen, toch? Ja, ja. Een beetje harde wind. Ja, iets voor jullie, zo'n duofietsje? Om actie op te voeren? Ja, en Nederlandse pretparken zijn er helemaal klaar mee met roken in de wachtrij. Dat moet echt niet meer kunnen, vindt ook het Arnhemse Dierenpark Burgers Zoo. Ik vind dat eigenlijk wel goed, dat, zeker met in de wachtrij stilstaat met kinderen en dergelijke. Ik vind het zelf ook sowieso niet fris ruiken. Ik vind het overdreven. Man kan een beetje erop achten, wenn kinderen daar staan, dat man dat niet mag. Maar zo'n beetje abseits, man is ja draußen aan de lucht. Dat vind ik een beetje overdreven. Ze hebben het veel te druk en verdienen veel te weinig, de juffen en meesters op de basisscholen. En dat zijn ze meer dan zat. Tijd voor actie dus. Vinden deze twee leraren, John Bloemschier en Mark Miras, allebei leraren op een basisschool in Arnhem. Jullie zijn een Facebook-actie begonnen. In de kortste keren hadden jullie 27.000 leden. En dat zijn niet gewoon maar snelle likes, maar echt mensen die jullie actie ondersteunen. Help ons even, want veel mensen hebben een ander beeld van leraren. Waarom hebben jullie het zo druk? Waarom hebben we het zo druk? Ja, vanmiddag na uitschool toch eventjes een afspraak om 3 uur die je erin zet. En 3, 4 mensen die op je staan te wachten, terwijl je ondertussen op een laddertje de conciërge staat te helpen. En daarbij ook nog je nakijkwerk hebt wat blijft liggen. Dus dat ligt nu ergens op een stapeltje voor in het weekend. Maar dan wordt het 5 uur, dat wordt het bij mij ook, of 6 uur. Ja, gaat het daarna nog door? Het gaat vaak s'avonds nog wel eventjes door, ja. Ja, toch nog eventjes, we hebben een gymlesje de volgende dag. Maar die willen we ook leuk maken. We gaan mee aan de slag s'avonds. Mark Miras, hoe druk heb je het? Ik ben invalkracht en dat scheelt. Dan mis je een hoop van de administratie die de juffen en meesters om me heen wel hebben. En dat is ook vooral wat ik zie, hè? Dat ik van de ene school naar de andere ga, van de ene dag naar de andere dag. En dat juffen, bijvoorbeeld vanmiddag zei juf van groep 7-8, dat ze geen 1 dag heeft gehad om in de klas de tekeningen op te hangen. Omdat ze elke dag andere afspraken heeft nog. Want ik hoor gemiddeld 47 uur per week wordt er gedraaid. Ja, dat is onderzocht, hè? Ja. En wat staat er voor salaris tegenover? Wat verdien je? Dat kan ik wel goed vertellen, denk ik. Ik heb net even nog nagekeken hoe het precies gaat. U weet toch allebei wat er elke maand binnenkomt? Wat er binnenkomt weten we wel. Maar er zitten veel verschillen met het voortgezet onderwijs. En ik denk dat veel mensen dat niet weten. Een startend leerkracht in het basisonderwijs, die krijgt iets meer dan €2.300 bruto. En de maximale schaal is dan dat je uitkomt rond de €3.300 bruto. Daar staat tegenover in het voortgezet onderwijs. Dus als je op de middelbare school les geeft, heb je zelf de opleiding voor gehad? Dan heb je een vergelijkbare opleiding als je tweede graads bent. En dan begin je met €2.600. En dat kan doorgaan tot bijna 4.000. En daar balen jullie van? Dat zijn meer verdienen dan jullie? Ja, dat vinden we niet eerlijk. Nee, dat klopt niet helemaal. We willen graag zien dat dat met onze actiegroep dat ook rechtgetrokken gaat worden. En vooral dat wij dan een gelijke salariering krijgen. Want wat zijn de gevolgen daarvan? Van die hoge werkdruk en het lage salaris? Dat zie je bijvoorbeeld op open dagen waar we bij de PABO staan. Dat er steeds meer mensen of minder studenten kiezen voor het vak. En daarbij zijn er veel studenten die dan afgestudeerd zijn. En dan niet kiezen voor het basisonderwijs. Ja. Omdat daar en de werkdruk zo hoog is. En ze verdienen minder dan wanneer ze bijvoorbeeld bij hun bijbaantje zouden blijven. Ik zag al een column ergens die zei, leraar de basisschool, ga lekker bij de Albert Heijn werken, want dan verdien je veel meer. Ja, dat klopt. Veel meer, maar goed, dat is inderdaad wel, met minder druk heb je daar meer verdiensten. Tijd voor actie dus. Ja, absoluut. Nou, jullie hebben een actiegroep op Facebook, hartstikke leuk, maar daar schieten we natuurlijk nog geen fluit meer op. Wat nu?
Ja, wat nu? We zijn een paar weken geleden bij elkaar gekomen. Hebben een mooi manifest beschreven en opgeschreven. Die hebben we vorige week, of begin deze week, gepresenteerd. Want wat moet er volgens jullie gebeuren? Meer geld? Meer geld, salaris, ja. En wat nog meer? Want wat doe je aan die werkdruk? Ja, dat blijft natuurlijk een hele lastige. Want iedereen ervaart zijn werkdruk op een andere manier. De een heeft heel veel werkdruk. En de ander denkt, ik doe het er gewoon bij en het geeft me energie. Dus dat blijft vrij ongrijpbaar. Dus daar zou wel het een en ander aan gedaan moeten worden. Maar een oplossing zou zijn een kleinere klassen of meer handen in de klas. Met onderwijsassistenten. Ja. Bijvoorbeeld. Of ja, de conciërge alleen al. Ja. Want John zegt, die stond vanmiddag zijn eigen lampen te vervangen. Ja. Omdat er gewoon geen conciërge is. Omdat de conciërge... Ja, we hebben wel een conciërge, maar die komt ook niet overal aan toe. Nee. Dus dan pak je die dingen eventjes toch even samen op. Dus hij is er maar 2 dagen. Dus, Nu is het op dit moment in Den Haag natuurlijk... besproken waar gaan we straks ons geld aan uitgeven. Ik heb net gehoord dat we in plaats van 7 miljard 10 miljard extra te vergeven hebben. Dus je moet eigenlijk niet hier zitten, maar in Den Haag. We zijn er wel druk mee. Daar zijn we mee bezig. De Facebook-actie is inderdaad heel leuk, dat je wat mensen bij elkaar verzamelt. We screenen ze allemaal, zodat ze wel allemaal uit het basisonderwijs komen. Dat proberen we in ieder geval zo goed mogelijk te screenen. En wat wel mooi is, is dat wij ondertussen zowel de PO-raad, de primair onderwijsraad, wat de werkgeversorganisatie is, die staat ook achter onze punten. Ja. De baas staat erachter. Ja, En de bonden die hebben allemaal. Zich ook allemaal al bij ons gemeld. En daar gaan we woensdag mee om de tafel. En wat gaat dat dan betekenen? Gaan jullie staken? Nee, het manifest dat we hebben opgesteld, daar gaan we samen met de bonden en de PO-raad een handtekening onder zetten. Dus als in het regeerakkoord komt meer salaris, kleinere klassen, meer onderwijsassistenten, zijn jullie tevreden en zo niet? Dan zullen we daar acties op moeten zetten. Dan kan een logisch gevolg zijn dat er gestaakt wordt. Want er wordt natuurlijk wel gezegd, die leraren zijn zo toegewijd, en leraressen vooral, want het zijn toch vooral veel juffen. Ja. Daar hoeft een politicus niet echt bang voor te zijn. Want uiteindelijk vinden ze te erg om het kind in de klas in de steek te laten. En gaan ze toch geen harde maatregelen. Binnen onze Facebookgroep gaan toch andere geluiden op. Wij zijn dat zelf een maand geleden ongeveer begonnen. En dachten, het zijn vooral de meesters. Maar we zien nu echt de juffen die gaan roepen, nee, maar wij ook. Oké, dus jullie gaan echt wel actie voeren. Ik heb vandaag ook nog met een collega over gehad. Een juf die ook zei, het is echt goed, want het is echt genoeg nou. Alles is afgepeld wat eraf kan. En nou moet het weer eerlijk worden. Mooi. We gaan jullie actie volgen. Ja. En we hebben aan de bar bij Inge een beter betaalde leerkracht staan. Goed gehoord. Ja, dat klopt inderdaad, Annemiek. Ga er zo even naar informeren. Maar hij is hier eigenlijk omdat de zoektocht naar de beste Nederlandse leraar van start is gegaan. Henk de Haar, docent aan de gereformeerde scholengemeenschap Guido in Arnhem. Ja, allereerst van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe belangrijk is die nominatie voor jou? Het is belangrijk voor mij, want natuurlijk, ik vind het zelf leuk. Maar het is vooral belangrijk ook voor het beroep. Ik vind het heel belangrijk dat het beroep van docent, vooral het beroep van docent, maar ook het vak Nederlands, dat dat een positiever imago krijgt. Ja, nou zitten er bij Annemiek 2 mensen aan tafel die komen uit het basisonderwijs. Zij voeren actie, hè, omdat de werkdruk te hoog is en ze 17% minder verdienen dan jij en je collega's. Ja, het is schandalig. Ze moeten echt gewoon minstens net zoveel verdienen als wij. Het zijn allemaal helden die daar werken. Wist jij van het bestaan van deze actie? Ja, zeker. Ja, ik volg het via sociale media. Komt het steeds voorbij. Dus ze zijn goed bezig. Dus het verschil in salaris, zeg jij, dat is niet oké? Okay. Nee, dat is niet te rechtvaardigen. Ik snap niet, misschien zal het vast met een reden zijn ontstaan. Die achtergrond ken ik niet precies, maar nee, dat is niet terecht. Nou weet ik ook uit mijn jeugdjaren dat Nederlands niet het meest geliefde vak is. Hoe maak jij het leuk? Ik heb geen idee. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je laat merken dat je enthousiast bent. Dus dat je, zij zeggen altijd, je staat altijd met je handen te bewegen. Je staat altijd, ik denk dat je zelf moet geloven wat je vertelt. En dat je, ik vind zelf gewoon poëzie fantastisch. Ik vind zelf het werken online met teksten fantastisch. Het is heel belangrijk dat de leerlingen dat ook leren. En ik denk dat ik ze daarin meeneem en dat overkomt. Maar je zou het ze zelf kunnen vragen. Ja, natuurlijk. Dat wou ik even doen, want je hebt Sam en Renate meegenomen. Ja, Renate, waarom is hij zo leuk als docent? Nou, het is gewoon een goede docent. En gewoon leuke opdrachten. En gewoon leerzaam, maar gewoon wel hele leuke opdrachten. Wat doet hij anders dan andere docenten, Sam? Hij verzint altijd de opdrachten zelf en alle andere leraren of leraressen, die doen gewoon de opdrachten standaard uit het boek. En dat is vaak wel heel erg saai. En hij verzint ze altijd zelf en dat is altijd heel erg leuk. Dus jullie hebben ook alle 2 een fantastisch cijfer voor Nederland? Prima, 7. Ja, ik sta ook heel goed gemiddeld. Volgens mij is het 6,5. Nou, vind ik ook fantastisch hoor. Zie je het ook terug, jouw enthousiasme in de cijfers van jouw leerlingen? Doe jij het beter bijvoorbeeld dan je collega's?
Ik heb geen idee. Ik weet dat mijn leerlingen slagen. Dat ze het heel leuk hebben. Dat ze van taal gaan houden. En dat, er zijn denk ik genoeg leerlingen die van de middelbare school komen. En die eigenlijk misschien zeg maar, tegenover bepaalde vakken juist een frustratie. Aan bepaalde vakken juist frustratie overhouden. En nou, ik wil gewoon juist dat ze enthousiast zijn voor mijn vak, maar ook voor onderwijs. Ik vind het heel leuk als leerlingen bijvoorbeeld in de vijfde klas aangeven dat ze zelf een lerarenopleiding willen gaan doen. Dan denk jij, dan heb ik het goed gedaan? Ja, dan heb ik het goed gedaan. Nou werd deze week ook bekend hè, dat 1 op de 6 pubers niet fatsoenlijk kan lezen. Schrik jij daarvan? Nou, het lezen zeg maar aan zich. Ik merk bij mezelf ook dat ik het moeilijk vind om mijn concentratie lange tijd vast te houden bij lange artikelen. Vaak kom je ondertussen allerlei hyperlinks tegen. Daar ga je dan weer op klikken en voor je het weet heb je 6 schermen openstaan. En als je op zo'n manier gewend raakt om te lezen, dan kom je denk ik ook als je een keer een dik boek of een lang artikel, inhoudelijk artikel hebt, dan loop je daar tegenaan dat je dat niet meer gewend bent. Dus we moeten vooral zorgen dat leerlingen veel blijven lezen, veel gaan schrijven, meters maken. Ja. Ja, jij gebruikt ook heel veel nieuwe media, hè? Ja. Hoe zet je dat in? Nou, ik heb bijvoorbeeld, begin dit jaar heb ik een opdracht gedaan, waarbij ze bij ons in de Geitenkamp, in de schrijversbuurt in Arnhem, de buurt in moesten met hun telefoon. En ik had ze de opdracht gegeven, je maakt een tijdlijn van alle schrijvers die je tegenkomt op de straatnaambordjes. En je maakt een selfie van jezelf met het straatnaambordje. En je zoekt 5 eigenschappen van die schrijver erbij. En dat zet je in een tijdlijn en dat lever je in. En op die manier maak je kennis met literatuurgeschiedenis. Maar is dat ook jouw geheim, de creativiteit die jij toepast in jouw vak? Ik denk het wel. We houden niet van om het te laten knellen door allerlei kaders. Dus ik wil gewoon graag de ruimte hebben. Nou, die ruimte heb ik op school. Op school houden we van samenwerkend leren, van werken met nieuwe media. Dus die ruimte krijg ik ook. En die nemen we dan ook met elkaar. Ik vind het ook belangrijk dat we het samen doen. Moet hij winnen? Moet hij de beste leraar Nederlands worden van Nederland en België? Ja, dat zeker. Sam ook? Ja, sowieso. Of moet hij eerst een 6,5-7 maken? Nee, dat hoeft niet. Wel, joh, moet je gelijk uit onderhandelen. Ja. Heel goed. Ja. Dus als hij een 7 krijgt, mag je beste leraar Nederlands worden. Ja, dat is geregeld. Geen probleem. Heb jij geen last van de werkdruk? Want ik zie alleen maar een hele enthousiaste fan tegenover me staan. Nee, maar de werkdruk, we leggen onszelf ook veel dingen op. Er hoeft helemaal niet zo heel veel. Je moet als docent gewoon de ruimte nemen die er ligt. Veel docenten denken dat ze van alles moeten. Ik denk dat ze zich... Weet je, als jij bijvoorbeeld zelf allerlei opdrachten gaat ontdekken of ontwerpen, dat levert zeg maar ook heel veel vreugde op in je werk. En werkdruk is vooral werkdrukbeleving. Dus ja, ik doe gewoon graag wat ik leuk vind. En dat zorgt ervoor dat ik me niet overwerkt voel of zo. Nou, we gaan het allemaal horen of hij de beste leraar Nederlands wordt 2017. Op 20 mei, dan wordt het bekend, Annemiek. Nou, de jongeren hier in het publiek die zouden deze meneer in ieder geval wel als leraar Nederlands willen. Ja, en deze week zijn ook de nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd. En onze Gelderse ridders Bas en René zochten de Gelderlanders onder die Tweede Kamerleden op. Onder de nieuwe Tweede Kamerleden. Nou ja, nieuw, Evert-Jan Slootweg van het CDA dacht dat hij erbij zat, maar dat pakte even anders uit. Gelre! Hij is thuis. Ja, het is hem geraaien. Hé, hey, dat komt goed uit. Hé, hey, eens even kijken of ik erbij kan. Ja. Mooie woord. Goedemorgen. Meneer Slootweg? Ja. Ik ben Ridder Bas. Even John Slootweg. Ridder, nee. Even John Slootweg. Kijk eens, hebben we al voorbereidingen getroffen. Ja, die heb ik zelf thuis niet. Nee, nog niet, hè? Maar ja, Evert-Jan, we stonden te huppelen in de wei, collega Ridder Bas en ik, vorige week. 11 Kamerleden uit Gelderland, eentje meer dan de afgelopen jaren. Ja. We komen terug uit die wei. En zitten we hier nu in Bennekom? Ja. Ja. Hoe kan dat nou? 1 zetel minder. Nou ja, dat Maurits van Martels een geweldige persoonlijke campagne heeft gevoerd. En niet alleen persoonlijk, maar echt ook voor het CDA. En het is inderdaad de kracht van het CDA. Maar ik ben er nu even slachtoffer van. Hoe zit u dan hier? Zo hoe ik hier zit. Naar die telefoon kijken van belt Buma. Je had er natuurlijk graag in gezeten. En ik had ook, die dag erna, dan maak je voor het eerst zo'n fractievergadering mee. Want ja, ze moeten toch ergens mee. Daar was je wel gewoon bij. Daar was ik wel gewoon bij. Je zit gewoon al in die fractie. Ja. En 1,5 dag later hoor je... Een dag later ongeveer. Je kan naar huis. Ja, je kan naar huis. Maar even ervan uitgaan. Ja. Dan zou het zomaar kunnen dat er een paar van de CDA... misschien wel staatssecretaris of minister worden. Er zijn 2 voorwaarden nodig waarop ik er toch nog in kan komen. Ja. Nee, dat klopt. Maar dat zijn
ook weer niet zoeken vanzelfsprekende dingen. Jawel, iedereen, ja, dat dwingen we toch iedereen, af. Iedereen doet heel vanzelfsprekend van het CDA komt er wel in en zo. Ik denk dat je toch echt gewoon even de formatie moet afwachten. Ik durfde wel mijn bovengebied op te verwerken. Nou, je bovengebied. Ja, ja dat het CDA toch wel mee gaat regeren. Nou, wat zullen we doen? Zullen we gewoon een goede fles wijn? Ja, dat vind ik sowieso een goed idee. Als ik erin kom, geef ik jullie een goede fles wijn. En als ik er nou niet in kom, dan geven jullie mij een fles wijn geven. Om toch nog iets van troost te geven. Ja. En als je in die kamer komt, mag je de vlag houden. De Gelderse vlag. Nou, dat zou ik echt heel leuk vinden. Dat is toch wel weer. Ja. Nou, goede deals werden daar gesloten. Ja, een luchtkasteel, een Disney-toren, een nepconstructie. Nijmegen is opnieuw in rep en roer over de herbouw van een reuze toren van 50 meter hoog in een eeuwenoud park, het Valkhofpark, de Donjon. Is het nu een enorme aanwinst voor Nijmegen of is het gewoon echt nep-historische bouw die het Valkhofpark aantast? Huub Bellemakers, hoe zou je die toren noemen? Een neppe Disney-toren. En Stef Kuppers? Okay, ik vind het nieuwe beeldmerk van de oudste stad van Nederland. Ja, u bent van de stichting Donjon. En probeert dus die toren te realiseren. Huub Bellemakers, morgen is er een protest in het Valkhofpark door u georganiseerd tegen de bouw van die Donjon. Ik ben Nijmegenaar. In 2006 heb ik gewoon in een referendum kunnen stemmen of ik die toren wel of niet wilde. 60%, ruim 60% zei we willen hem. Ja, dan moet u gewoon naar het volk luisteren en nu niet meer zeuren en het tegen een demonstratie. Is het 60% van 30%? Dus dat is dan maar een zo minder. Gaat dat met de referendum. En de tweede, nog veel belangrijker, is 11 jaar geleden. 11 jaar waarin blijkbaar de Stichting Donjon ook geen huurders heeft kunnen vinden. Maar dat is blijkbaar vanuit het bedrijfsleven geen enkele interesse was. Dus zegt u, ik kan het referendum lekker opzij schuiven? Nee, maar dat betekent dus dat je dus... er zijn nieuwe feiten. A, het bedrijfsleven is niet geïnteresseerd. B, er is niet voldoende gehouden aan de voorwaarden die destijds zijn gesteld. En dat betekent dus dat je dat gewoon opnieuw moet gaan bekijken. En wat mij betreft kun je dat gewoon heel snel, ben je daarmee klaar, zeg je gewoon nee. Maar we hebben er toen zo lang over gediscussieerd, jaren. En uiteindelijk lag er dat besluit van het volk. We willen hem. Moet dat dan nu allemaal weer opnieuw? Ja. Waarom? Omdat, A is het toch nog steeds een slecht idee. Dat is ten eerste. Ten tweede, er is gewoon niet voldoende gehouden aan de voorwaarden die destijds zijn gesteld. En, die voorwaarden... Dat moet, hè, bijvoorbeeld dat geen geld van de gemeente bij moest. Er is nu al 1,2 miljoen ingestoken door de gemeente. En er komt nog meer bij straks. Nou, om even voor iedereen die niet precies weet waar die Donjon nou voor staat, gaan we even kijken naar een filmpje. Ontiegelijk lang is er gepraat over de terugkeer van de Donjon op de Valkhofheuvel in Nijmegen. Maar nu komt die er dan toch. Er zijn twee kampen, zou je kunnen zeggen. Mensen die fel voorstander zijn, maar ook een groot aantal mensen die het niet zien zitten. Het kan helemaal niet wat je gaat doen. Het is een falsificatie. De oudste stad van Nederland krijgt een stukje van haar oude skyline terug. In de toren, expositieruimte, een informatiecentrum, een luxe bed and breakfast en vooral veel ruimte voor horeca. Het doel was en is om het publiek, om de toren te bouwen voor het publiek. Om het voor de stad te laten bouwen, maar het ook door de stad te laten gebruiken en ook door de stad te laten ontwikkelen. Ja, Stef Kuppens, waarom moet die toren er komen? Die toren moet er komen omdat uiteindelijk hier een nieuwe toekomst begint in Nijmegen. Met een, ook met hele historische roots. Ik denk, deze toren doet eindelijk recht aan Nijmegen als oudste stad. Want het is op de oudste, in de oudste stad, op zo ongeveer de oud bewoonde plek van de stad, waar die burcht heeft gestaan. Ja, de meeste Gelderlanders komen van het noorden, zou ik maar zeggen, als ze naar Nijmegen gaan. En als je dan de Waalbrug overrijdt, dan kijk je nu naar een groene heuvel. Maar we weten niet precies, het is geen enkele foto, we hebben een paar tekeningen. En zoals hij hier was, wordt het natuurlijk nooit meer. Nee, want ook hier kan ik 100 prenten naast hangen die hem ook niet zijn. Dus, precies. Wat bouwt u daar dan? Ja, wij bouwen in ieder geval in de skyline, als je vanaf de Waalbrug kijkt, dan zie je daar onmiskenbaar een toren die er middeleeuws uitziet. Onmiskenbaar. Yes. Dus je hebt een toren die er middeleeuws uitziet. Ja. En dan, omdat er van de buitenkant wat plastic dingetjes op zijn geplakt, terwijl gewoon de rest een betonnen horecabak is, waar je voor de rest alleen maar een expositieruimte hebt met allemaal vage praat, waar eigenlijk nog niks helemaal is geregeld. Nee, maar in ieder geval, als je Nijmegen aankomt rijden, dan zie je daar iets wat in ieder geval uitnodigt om naartoe te gaan. In de oudste stad, als je daar zo'n toren ziet, dan wil je er onlosmakelijk heen. En hoe dichter je bij die toren komt, hoe meer je naar het heden wordt getrokken. En hiermee maken wij nieuwe geschiedenis. Wanneer begint geschiedenis? Morgen.
toen ze deze burg afbraken, was ook de weg naar morgen. Het ancien regime werd afgebroken. Er begon een nieuwe geschiedenis. We gingen iets nieuws doen. Ja. We beginnen iets nieuws. We gaan iets nieuws doen. Ja, je gaat iets nieuws doen waar geen geld voor is. Er is nog 0 euro opgehaald. Ja. Je hebt geen investeerders, je hebt geen huurders. Ja. De huurders die zijn zogenaamd, is dat Heestek met Sligo en Heineken. Nou, Heineken, nou, dat zal nog even bestaan. Sligo heeft vandaag zelf gezegd. Nou, maar dat wordt me iets te veel details, nee, wat ze allemaal even, zeggen. Nee, maar ik zal het even uitleggen. Er zijn mensen die nu erin willen zitten. Ja, maar er is gewoon, nee, die is er niet. De Sligo heeft gezegd, nee, wij hebben helemaal geen contract getekend. We hebben alleen maar, we gaan gewoon eten leveren. Waarom roept deze toren zoveel emotie op? Nou, omdat... het argument, het is een heel mooi park nu. En het park met het afbreken van die burcht ooit is ook deel van de geschiedenis. Dat kun je laten zien. Twee. Dat wordt al, hè, met informatieborden is dat nu te zien. Nou, dat kan nog veel beter. Twee, het is een, er komt straks een neptoren te staan die echt gewoon niks te maken heeft met wat er ooit heeft gestaan. Ten derde, daar zal uiteindelijk, ben ik heel bang voor, zal er gewoon geld van de gemeente bij moeten. Stef Kuppens? Over het financiële verhaal, ja, dat kan ik heel lang uitweiden, maar we houden ons aan de afspraak die we met de gemeente Nijmegen geen hebben. Geen geld van de gemeente Nijmegen. Nee, dat is een leugen. Toe... is al Tot nu toe zijn er enorm veel uren van vrijwilligers in de torens gestopt. Ook. Maar waarom is het zo'n verrijking van de stad als daar die nep-historische toren staat? Want dat is wat de UP zegt. Laat Stefke eens even reageren. Het is een verrijking van de stad omdat je daarmee mensen kunt laten zien wat Nijmegen was en wat Nijmegen is en wat de toekomst van Nijmegen is. En dat is denk ik ook het bruggetje naar de toren toe. We willen daar niet alleen cultuurhistorie laten zien, maar we willen ook daar de nieuwe ontwikkelingen van Nijmegen laten zien. We willen daar ook zien dat Nijmegen volgend jaar... En heb je daar zo'n toren voor nodig? Dit is de uitgelezen plek als je aankomt rijden, dan wil je hier naartoe. Maar niet alleen aankomt rijden, als je de Burgstraat uitloopt, dan kun je je afvragen nu waar is in hemelsnaam die burg gebleven... Als je straks de Burgstraat uitloopt, dan zie je waar de burg staat. En dan loop je ook naar een park wat de meest mooie plek van Nederland is. Even kort nog. Kunnen de tegenstanders het nu nog tegenhouden? Ze kunnen van alles proberen, maar we zitten nu in de WABO-procedure. Dus de omgevingsvergunning. Je kan er van alles van vinden, maar de Raad van State hebben we al gepasseerd. Kunnen jullie het nog tegenhouden? Ik denk van wel. Uiteindelijk, als de politiek maar voor gaat staan... als wij laten zien van we zijn het hier echt niet mee eens... dan kan dat gewoon, zolang er geen schop in de grond gaat. En nogmaals, je hebt gewoon geen huurder. Je hebt geen geld. Hoeveel mensen zijn er morgen? Ik denk een paar honderd. In het Valkhofpark om 4 uur morgen, geloof ik, is de demonstratie. En er zijn meer bijzondere plannen in Nijmegen. New York, Londen, Parijs en Amsterdam. Ja, een beetje stad heeft tegenwoordig een kattencafé bij mij aan de bar. Kattenfanaat moet ik zeggen, Sander Versteeg. Jij opent binnenkort jouw kattencafé hier in Nijmegen. Klopt, dat kan ik nu wel zeggen, ja, dat het doorgaat. Ja, ja, want je hebt een crowdfunding campagne ben je gestart. Ja, klopt. Waarom een campagne starten om een café te openen? Ja, dat klopt. Nou ja, omdat het een kattencafé is, zijn er gewoon extra aanpassingen nodig waar een ander regulier café niet mee te maken heeft. Denk daarbij aan een katvrije keuken die afgeschermd is met glazen wanden, zodat de katten niet bij de bereidingshoek van het eten kunnen komen. Een privévertrek voor de katten, extra ruimte voor de kattenbakken, speeltjes, klimroutes, van alles. Ja, ik zag in februari bij ermee begonnen, zag die oproepen. En toen dacht ik, wie gaat er nou geld geven voor een kattencafé in Nijmegen? Maar hoeveel geld heb je binnengehaald? Nou, inmiddels zijn er meer dan 230 mensen die daar toch anders over denken. Of die in ieder geval ook echt geloven in het concept. Die allemaal hebben bijgedragen. Ik heb 120% van het doelbedrag behaald. Meer dan 23.000 euro. Het had gewoon niet beter uit kunnen pakken dan dit. Dus ik ben echt ontzettend blij. Ja, als ik aan een kattencafé denk, dan denk ik, oh leuk, dan ga ik met mijn kat op mijn arm dus even een pilsje drinken bij jou. Maar dat is niet zo, hè? Dat denken heel veel mensen. Kun je dan met je kat daar naartoe, een drankje voor de kat misschien, of met de kat een drankje. Dat is niet de bedoeling. Katten houden er niet van om veel verplaatst te worden. Die houden er echt wel van om op hun eigen plek te blijven wonen. Het idee is ook dan dat de katten die in het kattencafé aanwezig zijn, katten zijn die daar permanent wonen. Ik ga 5 tot 8 katten adopteren. En bezoekers kunnen dan van de aanwezigheid van die katten genieten als ze bij mij in het café komen. Nou blijft een kat natuurlijk een onvoorspelbaar beest. Ja, en ik kan absoluut. Me ook voorstellen dat het op een gegeven moment helemaal zat is, al die mensen die maaien. Ja, nou daar wil ik 2 maatregelen voor nemen. Allereerst wil ik de katten selecteren op basis van geschiedenis en karakter, dat ik de juiste katten plaats. Alleen katten die gelukkig gaan worden in een kattencafé wil ik ook opvang bieden.
Daarnaast hanteren we huisregels voor de bezoekers. Mensen mogen katten niet oppakken, niet wakker maken als ze liggen te slapen, niet achterna rennen. Daar willen we echt goed op toezien dat het voor de katten ook een fijne plek gaat worden. Ja, want stel dat het misgaat, ben je goed verzekerd? Absoluut, ja. Dat wel. Maar we gaan ervoor zorgen dat het niet misgaat. Nee. En als ik dan binnenkom, dan zie ik allerlei kattenspeeltjes staan. Of hoe moet ik dat voorstellen? Ja, je ziet allerlei klimroutes, trappetjes langs de muren omhoog. Leuke bruggetjes waar de katten overheen kunnen klimmen. Je zult vast wel katten zien liggen slapen, sommige spelen. Ja, heel divers beeld verwacht ik dat je aan gaat treffen. Ja, voor jou is het een droom die uitkomt, hè? Absoluut, ja. Heel kort, wat heb jij met katten? Nou, eigenlijk is... ik ben opgegroeid met katten, altijd dol op ze geweest. In mijn studententijd is dat helemaal naar de achtergrond verdwenen. En sinds ik mijn eigen appartementje heb en mijn eigen kat Keizer Karel in huis heb genomen... is die kattenliefde weer helemaal opgebloeid. En ja, weet ik wat me te doen staat. Nou, fantastisch. Ja. In de zomer ga je open, hè? Ja, in de zomer gaan we open. Nou, kom zeker een keertje kijken. Top, moet je doen. Ja. Leuk. Ja, hij staat alweer klaar. Colin Hoeven, onze zingende columnist. Hij gaat de Week van Gelderland afronden. Zet hem op. Waarom zoveel ruzie voor een toren? Nou, ik snap het wel. Dat ding ziet er niet uit. En nog nooit heeft een berg stenen zo de stad heel erg verdeeld. Op de barricades, ja, kom op vooruit. En wat maakt vandaag de dag een leuke leraar? Meer nonchalante kerels voor de klas. En lekker laten klooien en geen boek meer op schoot. Nu nog zorgen dat er meer salaris was. En bak nog maar een pannenkoek en gooi hem in de lucht. Eens kijken waar die nu dan weer belandt. Kijk je vanuit het kattencafé de YouTube-video. En met een lekker wijntje in je hand. Nou, hou maar op met vechten en schud elkaar de hand. En als zo'n toren echt je grootste probleem is, is er niet veel aan de hand. Oh, dan is er niet veel aan de hand. Dankjewel, Colin Hoeven. Annemiek, kan ik jou alvast een wijntje inschenken? Doe mij maar lekker een rozeetje. Een rozeetje. En heeft u nou ook zin in een drankje op vrijdagmiddag? Kom dan naar ons Mediacafé. U bent hier elke week van harte welkom. Ja, volgende week dan zijn wij er ook weer. Tot dan. Fijn weekend.